Yo mensen, Groove van 1.nl met een nieuwe video weer. En vandaag ben ik hier met Pierre. Triest ding. Vandaag ben ik hier met een nieuwe video, want zoals jullie weten heb ik ook... Oh, wat voel ik, een kleine throwback. Twee video's geleden had ik gezegd van ja, jullie mogen kiezen met welke twee spelers ik ga spelen. En jullie zijn echt leuk. Dit was de eerste topcomment. Heel de Weekend League met Jordi Osetutu. Daarnaast was dit de tweede topcomment. Oh mijn god. Kijk, Dumfries zelf was niet erg geweest, want Dumfries... Ja, is gewoon prima spelen. Maar Dumfries in de spits. Ik heb dus mijn Weekend League gespeeld met Dumfries en met Osetutu. Trouwens mensen, Osetutu. Ik heb dus DM-contact met hem gehad. Trouwens mensen, Osetutu. Hij is dus getransferd van Arsenal naar Bochum. Of ze Bochum, VfL Bochum in Duitsland. Kutclub, boeit ver niet. Dus ik had in mijn story geplaatst van, hey, gefeliciteerd, Osetje. En toen zei hij, thank you, mate. En toen, daarna zei ik van, ja, ik kan geen Engels. Je bent een held in mijn YouTube-video's, maar dan in het Engels. En zei hij, ja, haha, bla, 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 very nice, thank you. En toen vroeg ik, van, ja, wil je profiel tegen me doen? Toen zei hij van, ja, mijn PlayStation staat nog in Londen. Maar als ik weer naar Londen ga en weer terug, dan neem ik een PlayStation mee en dan doen we een potje FIFA. Nou, hij praat echt opvallend goed Nederlands voor iemand die Engels is, maar dat zei hij dus. Dus ik ga binnenkort een potje FIFA doen tegen Osetutu. Ja, echt leuk. Maar ik heb dus weer Weekend League gedaan. Doe dan een duimpje op deze video als je dit leuk vindt. 5000 likes helemaal top zijn. Moet zeker lukken. Mijn vorige video stond op 4 trending. Dat gaat met deze waarschijnlijk niet lukken. Maar ik ben wel heel blij dat ik op 4 trending stond met mijn vorige video. Waarom? Ik heb echt geen flauw idee. Abonneer je trouwens ook op mijn kanaal als je niet geabonneerd bent. Kan hier beneden. Ik zei van, zullen we 300 subs bij krijgen? Geven we er gewoon 500 bij. Fantastisch. Als we vandaag 100 subs erbij krijgen, ben ik blij. Maar ik heb dus Weekend League gespeeld. En je gelooft het niet. Ik heb oprecht, dus ik zweer het je, dat ik heb ze niet gewisseld. Osetutu, 34 wedstrijden gespeeld. Hoe ik op die 4 kom, geen idee. Hij heeft 3 keer geel gepakt in totaal. Ik moet zeggen, hij was wel slecht. Ik maak een geintje. Hij was fucking goed. Nee, oké, hij was niet heel goed. Maar hij was ook niet heel slecht. Oprecht, hij was oprecht niet heel slecht. Gekocht voor 800 coins. Legend. Legend. Jordi Osetutu. En ik had dus Dumfries in de spit. Want ik zette dan Ronaldo op cam en haal ik die lelijke Neres lookalike haal ik eruit. Die op cam staat nu. En dan zet ik Dumfries erin en kijk dit, jongens. 30 wedstrijden gespeeld. 29 goals, 8 assists. What the fuck. Echt fucking goed. Hij is gewoon oprecht goed. Hij kon wel prima schieten. Echt helemaal niks mis mee. En toen ben ik dus goud 1 geëindigd. Hoe nice is dat? Even serieus. Gewoon goud 1. Dat betekent dat ik 2 van die picks krijg die goed zijn. Van het beste team van de season wat er is. Het team van de season ziet er zo uit. Ik wil... wat wil ik? Mbappé of Ronaldo? Goud 1 met Osetutu. Nou, dan ben je een hele grote speler. Oké, jongens. Geef mij Ronaldo of Mbappé. Ik wil Ronaldo of Mbappé. Ronaldo of Mbappé. Ronaldo, nee. Ja, dit is kut. Niet die Alisson, nee. Ah, die volgende kijk ook sowieso Alisson. Ik ga voor Robertson. Die is wel oké. Nee, niet weer Alisson. Geef wat goeds. Kom op. Nee! Nee! Oh my god, dit is gewoon Koen. Oh my god, We gaan natuurlijk voor Quagliarella. Dan heb ik wel een 94 en een 96. Dat is bij elkaar 200 rated. Dit is helemaal niet waar. Dit is fucking bullshit. Holy shit. Maar ik heb dus nog wat leuks. Want ik heb dan zo'n packje wat ik kan maken. Maken, ja. Ik ga een packje maken. Eerst hebben we 200k packs waar we toch niks in gaan krijgen. Want dit spel, ja, heeft mij echt wel nooit iets goed gegeven. Oh, kijk. Oh, blauw. Ja, kom op. Geef me die Ronaldo. Nee. Oh mijn god. Nee. Dit meen je niet. Oh mijn god. Ik dacht ik heb hem gewoon. Oh, mijn hart, jongen. Is echt niet normaal. Oké, komt ie. Nog eentje. En dan heb ik dus nog die ultimate gegarandeerde pack ook nog. Krijg weer wat blauws. Ah, geen blauws. Dat kan ook niet goed zijn nu. Kroatië, Rakitic. Ja. Ik zou een keer Modric krijgen. Oh, dat is wel chill, die Rakitic. Want die kan ik natuurlijk in dat team inleveren nu. Daar moet je vast een hoge rating voor krijgen, denk ik. Ultieme team of the season garantie. Wat moet ik allemaal doen? 87 rating? Zijn jullie lijp? Jezus. 1 team of the season speler moet ik erin hebben. Oké, nou, dat is wel mooi. Want dan lever ik gewoon die Quagliarella in. Want die ga ik toch never nooit gebruiken in mijn leven. En hij is 96. Dat is echt goed voor mijn rating. Kijk, dus op dat gebied is wel weer chill. Maar ja, ik ben echt niet blij met Quagliarella en Robertson uit die packs. Het is geen team of the season speler. Kak. Nou, ik ga hem alsnog inleveren. Ja, ik ga het toch nooit gebruiken. Het is alsnog goed voor je rating. Schuim me gewoon heel erg veel muntjes. Ga 70 is hoog. Besef dat ik hier zo'n Ronaldo uit ga krijgen. Dat is echt ziek, hè. Als ik dan de Portugese vlag ga, dan weet ik dat ik binnen ben. Kijk, chemistry heb ik het nog niet echt onder controle, moet ik zeggen. Ik heb een 88 rating. Ik zit echt veel te hoog. Kijk, dan tieven jou eruit. Dus 7. Bam. Ik heb hem. Yes, mensen, we zijn er. Lekker. Quagliarella de groeten. En Fonte ook. En nu ga ik ga hier Ronaldo uittrekken. Als ik hier Ronaldo niet uittrek, jongen. Oh, ik vind het gewoon echt spannend. Ik vind echt. Dit is mijn beste pack van het jaar. Dat moet het gewoon worden. Ik ga het doen. Kom op. Geef me alsjeblieft een Ronaldo. Geef me die Portugese vlag. Portugal. Nee. Sarabia.
Oh, wat een kutzooi. Jezus. Jezus. Oh, mijn god. Hij is zo slecht. Het is echt de allerslechtste. Ik heb gewoon echt 3 keer achter elkaar nu al de allerslechtste gekregen. I hate it. Ah, bah. Nu wil ik packs gaan openen. Ik heb niet eens genoeg coins. Zo triest is mijn leven. Oké, ik heb ergens nog wat packs vandaan getoverd. Nou, gewoon de Visual Rivals eigenlijk, maar maakt niet uit verder. 50k pack. Met geen walkout. Ah, meteen in vorm. Nou, leuk. Kunnen we meteen discarden. 0 munten. Untradable natuurlijk. Handig, Koen, dat je discard. Echt goed. Ah, ik vind het... Oh, we krijgen een walkout. Geef me blauw. Geef me die Ronaldo. Ah, jammer. Oh. Oh, Neymar? What the fuck? We pikken gewoon Neymar. Ja, hij is dan misschien wel untradable, maar wel lekker. We pikken gewoon Neymar. Voor de mensen die tot hier gehaald hebben, de 4... Oh, die heb ik al. Maar dan kan ik hem omwisselen en dan kan ik hem verkopen. Mensen die tot hier kijken en die Neymar hebben gezien, comment van... dit is lekker. Ik wil dat jullie dat commenten. Dit is lekker. Heel veel mensen dan na het pakje al weggeklikt zijn. Aangezien ze waarschijnlijk geklikbait zijn. Want ik weet nu al wat de thumbnail gaat worden met die Portugese vlag. Ja. Oké, het laatste van deze pakketjes. En daarna gaan we er even de 195 draf halen. En dan is de hele video compleet. En dan hebben we echt een fantastisch gedaan. We krijgen geen walkout. Die Neymar is echt heel lekker. Ik bouw alleen zo van die Ronaldo. Ik refresh trouwens nu mijn video. Even tussendoor. Ik sta dus op 3 trending. Waar gaat dit over? Was wel een leuke video, maar zo leuk. Let's go boys. Daar gaan we. De 195 fut eraf. Daar komt die. 4-3 aanval. Perfect. Het voelt nu al gewoon perfect aan. Oh mijn god. Dit is een begin, jongen. Ik zweer het je, jongen. Dit wordt een video. Echt met zoveel random dingen achter elkaar. En dan halen we nu ook nog eens die 195 draft. Ik voel het gewoon. Ik voel het. I feel it. Want dan krijgen we een Messi. Jawel. Oeh, best ook. Oeh, gaan voor best. Dit is tactiek, mensen. Dit is tactiek. Dit is slecht. Nee, tactiek. Nee, slecht. Tactiek. Oh, Kosti 93. Lekker hoor. 95 Di Maria, random. Kijk, dit is natuurlijk helemaal niks. Bam, Di Maria. Lekker. Meenemen gewoon die vent. Bam, weer slecht. Heeft nu het goed? Jezus, dat is slecht. Oké, dit was misschien niet de draft waar we het over hadden, die heel goed ging zijn. Ja, we moeten wel voor Dumfries gaan natuurlijk. Geef mij een goede speler. Ja, dat is niet best, moet ik zeggen. Oeh, 97 keer, dit is wel lekker. Oké, we hebben 92 rating, wat nice is. Maar dat is het ook wel. Dat is een beetje het probleem. 93 rating. Oké, lekker. Lekker. Dan ga ik niet over liegen. Gewoon lekker. En weer 94 Ederson. Dat is ook lekker. Kijk, Salah is nice. Want Salah typ ik gewoon hier neer. Bam, plus 3. Goed. Moet zeggen, die 100 chemistry, die gaat nu toch wel akelig moeilijk worden, vrees ik. Oeh, Kante, die had ik nodig. Ja, die had ik echt nodig. Oh, de Bruyne was beter geweest. Waarom kies ik de Bruyne niet? Ik weet niet. Omdat ik nu deze man hier neer kan zetten. Bam, plus 6. Ik zei het. Ik ben drafkoning van Nederland. Ik zei het toch. Oké, nog eentje dan. Nog eentje. Om het af te leren. Oké, daar komt hij dan. De draf die alle andere drafs verboden gaat maken, mensen. Daar komt hij. Oké, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh, 95 Ronaldinho. Heerlijk. Ga meteen voor. Zonder twijfel. Zonder twijfel. Krijgen we hier 97 Ronaldo. Icardi. Zonder twijfel. 91. Ah, dit is kut. Hoe is dit dan weer zo hoog? Tot een grijze pik. Dit slaat echt nergens op. Kijk, ik moet wel eigenlijk voor hem gaan. Maar hij heeft me net echt pijn gedaan. Maar met pijn in mijn hart ga ik toch voor hem... Ah! Ja, het moest wel. Maar want ja, die rating is goed. Maar ik ben niet trots dat ik hem gekozen heb. Laten we het daarop houden. Sanchez. We hebben 92 rating en best wel wat aardige spelers. Dus ik denk op zich dat dit wel een lekker drafje kan worden. Heb ik zo'n vertrouwen in. Bam. Plus 9 cam. Dat is sowieso goed. Kruif. Kijk, hier word ik dus echt heel erg vrolijk van. Jeetje, wat slecht. Jeetje, wat slecht, zeg. Dit is slecht. Ah. Wat een poepzooi. Mensen, ik ben helemaal klaar met dit spel. Dus ik zie jullie overmorgen weer bij een nieuwe video. Want dan ben ik er niet meer klaar mee. Ik krijg veel vragen. Wanneer komt de parodie online? Hij komt online. Ik probeer hem even, zeg maar, want op het moment dat je van YouTube downloadt, dan is de kwaliteit echt fucking slecht. Dus ik zit te kijken of hij nog op mijn computer staat. Maar dat doet even. Want ik heb hertentamens. Maar hij komt erop, oké? Mijn parodie. Ik zweer het je. Het komt. Geen zorgen. Hij komt eraan. We hebben die 15.000 likes gehaald. Hij komt, oké? Hij komt. Oké. Mensen, vond je deze video leuk? Dus ik een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Kan hier. Wil je meer van mensen in de kamp? Klik hier of klik hier. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Ik sluit je in de volgende keer. Doei. Later.